cassatieberoep dat Van Heertum had aangetekend tegen hun veroordeling voor een milieumisdrijf werd vorige week verworpen. Van Heertum geeft niet op en wil naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. N-VA vindt dat het tijd is dat de bestuurders van Westerlo nu in eigen boezem kijken. En Open VLD-raadslid Frans de Kok wil dat de twee CD&V'ers hun mandaten neerleggen. Het milieumisdrijf waarbij burgemeester Van Heertum schepen Vrezen en voormalig schepen René Verachtert bij betrokken zijn, is er een van lange adem. De feiten dateren van eind 2003, toen de drie opdracht gaven om vervuilde grond af te voeren naar een parkgebied in Tongerlo. In mei 2010 bevond het Hof van Beroep de CD&V'ers schuldig. Ze kregen een boete met uitstel en moesten opdraaien voor de saneringskosten. Ondanks zijn verlies in cassatie blijft Guy Van Heertum strijdlustig en wil naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Voor de N-VA van Westerlo, die nog geen vertegenwoordigers hebben in de gemeenteraad, is dat een brug te ver. Men heeft al drie rechtsgangen gehad, men heeft voor de eerste aanleg gehad, men heeft al een van de boete gehad, men heeft het Hof van cassatie toegegeven. Burgemeester Van Heertum is vrijgesproken voor wat voor mij misschien het zwaarste zou wegen. Dat is de valsheid in de schriften, maar blijft er toch nog altijd dat milieuaspect over. En ik denk dat het goed moet zijn om dat toch kunnen zeggen van oké, bladzijde omdraaien. We gaan verder, we gaan deze zaak afhandelen zoals het moet afgehandeld worden. Volgens het arrest, burgemeester, leg u daarbij neer. De N-VA wil dus dat de bestuurders van Westerlo in eigen boezem kijken, maar eisen geen ontslag. Op de VLD, Frans de Kok, doet dat wel. Na de benoeming van Van Heertum in september diende hij een verzoekschrift in bij de Raad van State om die benoeming te vernietigen. Nu blijkt dus enkele maanden na de benoeming dat dus de veroordeling wel degelijk terecht was en ook definitief is. En nu stellen wij ons de vraag, wat is nu het moreel gezag nog van een kandidaat-burgemeester die een dergelijke veroordeling oploopt? En waarbij er dus op geen enkele wijze het advies van de procureur-generaal is gevraagd. We wachten dan ook af wat het advies van de procureur-generaal alsnog zou zijn, moest het dat nog gevraagd worden. Maar al sinds die procedure die toen genomen is, was uiteraard volgens ons niet wettelijk. Burgemeester Van Heertum heeft nu 6 maanden de tijd om naar Straatsburg te trekken en is niet van plan om op de eisen van de oppositie in te gaan. Zonder